Hallo, nou in deze video gaan we verder met ons menu. Uiteindelijk is dit wat we gaan maken. En nou, het eerste wat we moeten veranderen nog even aan ons menu is als je er overheen gaat, dat de achtergrondkleur verandert. De tekstkleur verandert zoals je ziet. En hier zie je ook geen lijntje onder de tekst en dat is hier nog wel zo. Je ziet qua ruimte heb ik af en toe iets hier verschillen in dit resultaat, maar dat geeft niet en kun je natuurlijk altijd later ook nog weer bijstellen. Goed, we gaan dus veranderen wat er gebeurt. Dus een andere vormgeving aan een knopje geven als je met je muis eroverheen gaat. Dit noemen we een hover. H-O-V-E-R. En ik ga je het laten zien. Nou, ik ga je eerst even laten zien. Dit zijn onze linkjes. Hè? De A-tags zijn dat, een hyperlinks. En die hebben we vorm gegeven. Dus al deze linkjes. Die hebben we hier, omdat ze link heten. Eén keertje laten zien. Hier zie je de class link hebben al deze hyperlinks. En daarmee heb ik ze net vorm gegeven. Nou, nu wil ik niet het linkje zelf vorm geven, maar wanneer je er met je muis overheen gaat. Dan typ ik punt link, dubbele punt. En ik zei al, dit is nieuw, als je een dubbele punt doet. En hover typt, dan verander je dus de class link als je er met je muis overheen gaat. Alles wat ik nu ga typen, het kan zijn iets nieuws, het kan zijn iets anders, dat gebeurt als je met je muis over link heen gaat. Nou, ik wil de achtergrondkleur veranderen, dus die zet ik hier neer. En ik wil in plaats van lichtblauw bijvoorbeeld donkerblauw. Nou, ik heb in deze video's tot nu toe elke keer woorden gebruikt. Eigenlijk is dat niet de bedoeling. Eigenlijk is het de bedoeling dat je kleurcodes gebruikt. En als je hier nu op klikt op het woordje, dan kun je met command E, en dan komt er zo'n leuk minuutje, en daar kun je een kleur gaan kiezen. En dan heb je, zoals je ziet, krijg je dan een kleurcode. En je ziet hier ook nog de kleur die ik de afgelopen tijd heb gebruikt. Zo. Daar kun je een kleurcode toevoegen. Wat ook leuk is trouwens, als je hier RGBA doet, kun je ook RGB kleuren toevoegen. En die kun je zelfs nog transparant maken. Dan moet je hier achter het derde getalletje een komma toevoegen. Dan moet je hier nog even achter de B een A toevoegen. En dan kun je hier een transparantie toevoegen, bijvoorbeeld 0,3. En dan is het dus blauw, maar dan even kijken. En dan is het 30%. Als ik er nu een 1 van maak, is die 100%. Zie je, en dan is die, heeft hij de volledige kleur. Nou, zo, tot zover hè, hoe je dus ook de kleuren kunt veranderen. Ja, dus met command E kun je dat een kleur kiezen. Als ik hier nu weer command E doe, zie je, dan kan ik hem weer aanpassen. Nou, voor het voorbeeld laat ik hem even dark blue. Light blue, dark blue. Dat is even namelijk wat handig te snappen. Want als ik er overheen ga zien, dan wordt hij dus een stukje donkerder. Nou, ik wil ook de tekstkleur veranderen. Dat doe je met color. En nou, doe ik even wit. En dan krijg ik een witte tekst. Ik wil ook graag dat er geen streepje onder komt. En dit is een nieuwe. De color kende je al uit het speakbriefje. Dit is text decoration en daarmee kun je aangeven, wil ik er een lijntje doorheen hebben, wil ik een lijntje overheen hebben, of een lijntje onder, of niet. Inherited, dat is van je parent overnemen wat je daar hebt ingesteld. Nou, die is een beetje lastig te snappen, dus die mag je eigenlijk even vergeten. Met none doe ik en dan heb ik geen lijntje. En nu geen lijntje onder de tekst. Ik moet zeggen, op dit moment is de tekst van de blauwe knopjes wat slecht te lezen. Hè? Wit op lichtblauw, niet echt aan te raden. Dus ik ga deze tekst even dark blue doen. De tekst bedoelde ik. En background color is de achtergrondkleur. En color is de tekstkleur. Dark blue. Zo. Nou, kijk aan, dit is al iets beter. Ik moet zeggen, ik vind het in alle niet altijd ook even mooi om die vakjes erachter te zien. Het is even een voorbeeld. Ja, verandert het hier en daar nog even straks naar je eigen ontwerp. Wat is nou echt mooi en wat past nu bij jou,
Bij jouw, bij je logo, bij je stijl, noem maar op. Maar tot zover het minuutje. En dat werkt dus iets af van dit voorbeeld. Nu gaan we een kopje toevoegen. Nou, hoe zouden we nu een kopje moeten toevoegen? Waar zou ik dat nu aan moeten toevoegen? Laat je even over nadenken. Ja, zoals je ziet, deze header die zit in een rij. Hè, die vult de hele breedte. En ik wil nu op een nieuwe rij, wil ik graag hè, dat deze, het woordje werk, dat hij in een vakje komt die ook de hele breedte inneemt. Dus helemaal op een nieuwe rij moet hij de hele breedte innemen van het scherm. Hè, want ook als ik hem kleiner maak, zou het woordje werk blijft altijd, zoals je ziet, boven de afbeeldingen staan. Nou, dat doen we met de row. Hè. We hebben ook voor header hebben we een row gemaakt. En als ik even klik, dan zie je deze sluit hem. Hè. Dit was de header. Kan zijn dat hier bij jou nog row staat. Ik heb hier header van gemaakt. En die header, dat is dus een row. Hè. Oftewel een rij. Het, hij heeft twee namen, dit divje. Row en header. Het is dus niet zo dat zijn naam header spatie row is. Nee, hij heeft twee namen. Hij heeft het woordje row, dus zodat het een rij is. Hè, we werken met Bootstrap en bepaalde namen die hebben een functie. Row is er één van. Dus doordat we het row noemen, neemt dit divje de hele breedte in van de webpagina. Nou, en we hebben ook het woordje header toegevoegd aan onze header. En dat is ja, voor de vormgeving. Hè, zo, want ja, we krijgen wat meer rows nu straks. Dus ik wil heel specifiek wilde ik aan header graag aan de bovenkant 50 pixels ruimte toevoegen. En dat deed ik met margin top. Nou, deze ga ik dan kopiëren. En die stop ik dus onder de sluittekst, dat ik onder header een nieuwe row maak, hè, een nieuwe rij dus. Ik zet even kopje neer voor mijn kopje. Nou, in plaats van header maak ik er ook het woord kopje van. En dan heb ik dus een nieuwe rij aangemaakt. En dan kan ik hier nu mijn kopje in gaan zetten. Uiteraard zie je nu nog niks, hè, als ik ga refreshen. Maar dat gaan we zo zien. En ook voor even tussendoor. Wil je switchen van Safari naar Edge Code of Brackets. Klik op Command en druk op Tab. Dan ga je namelijk naar het laatste programma wat je hiervoor hebt geopend. Dus een stukje sneller. En ik save al mijn bestanden met, als je Command-Alt-S aanleert, dan save je al deze bestanden. En als je in Safari komt, druk op Command-R om je pagina te herladen. En dus zorg dat je lekker in die snelheid meegaat. Oké, ik ga een kopje toevoegen. Nou, nu gaan we het kopje toevoegen. En dat doe ik met de H2-tag. Je hebt verschillende H-tags, die staan allemaal voor kopjes. Denk maar aan Word, hè, daar heb je ook een koptekst 1, koptekst 2 of pages. En zo doe je dat ook in HTML. En nou, een H1 is bijvoorbeeld het belangrijkste, een H2 is iets minder belangrijk. Nou, en zo heb je een 6. Nou, waarom gebruik ik dan niet de H1, zou je zeggen? Nou, in de context waar we nu bezig zijn, in dit type HTML waarin we werken, geldt het zo dat je H1 maar één keer mag gaan typen. Nou, misschien willen we dit kopje vaker gaan gebruiken straks. Dus ik doe H2. Nou, ik zet er werk tussen. Als je iets originelers kunt bedenken, graag. Dat is nog veel beter natuurlijk. En dan gaan we de tekst, je ziet hem hier al staan. Die gaan we in het midden zetten, groter maken en wat ruimte rechts of bovenaan en onderaan toevoegen. En wat ik nu ga doen, dat is, heb je niet zo vaak gezien, dat is gewoon H2 typen zonder een punt voor te zetten. En daarmee geef ik alle H2 tags vorm. Als je ziet, dus is hetgene wat ik nu typ is, dus wat er tussen die haakjes staat van de stad en de sluittag. En het werkt dus bij alle tags, werkt dat, kun je dat gaan gebruiken. Alleen het is niet altijd handig, hè? Dus vandaar dat ik het eerder niet gedaan heb. Nou, in het midden zetten doe je met Text Align en ik gebruik Center. Daarmee zet ik hem in het midden. Bekijk ze eens een keertje als je tijd hebt. Ik gebruik Center. En daarmee zet ik dan de tekst in het midden neer. Ga ik de tekst groter maken, dat doe ik met font size.
Ja, als je al font typt, zie je ook al verschillende dingen die je allemaal kunt gaan bekijken. Stretch, staal, noem maar op. Kijk dus naar sommige woorden zul je herkennen van bijvoorbeeld InDesign. Kijk dus een keertje naar. Font size. Wat zullen ze doen? 40 pixels. Afhankelijk van wat je mooi vindt hoor. Wat ook weer past bij je logo. Dit past nog wel bij elkaar. En ook deze stond in het speakbriefje. Text align ook, font size ook. Goed, wat we nu gaan doen, ruimte boven en onder het kopje plaatsen. En die ruimte, hè, die wit ruimte, dat doen we mee met margin. Die ga ik toevoegen aan het woordje kopje. Waarom? Nou, ik heb het ook bij header gedaan. Ik ben er graag consistent in, dus ik ga elke row geef ik nu telkens wat ruimte erboven en onder. Dus kopje geef ik margin top en bijvoorbeeld 50 pixels. Nou, en dan gaat hij dus 50 pixels naar beneden. Nou, dan hebben we een kopje gemaakt. Nou, hartstikke tof. Het werkt overal zoals je ziet. En nu gaan we wat werk toevoegen. Nou, ook daarvoor moet ik weer een nieuwe rij gaan maken. Ik kan deze in principe zo selecteren. Doe ik command C, doe ik command V. Verander ik het woord kopje in werk. Deze gaat weg. En hier zet ik werk neer. Dus dit is een nieuwe rij waarin ik werk ga plaatsen. Oftewel deze afbeeldingen. Oké, nou dan moeten we nu 3 kolommen gaan maken. Mits we dit exacte voorbeeldnaam willen maken natuurlijk. Kan ook zijn dat jij 4 kolommen wil. Maar ik ga je laten zien hoe maak je nou 3 kolommen met daarin een afbeelding. Nou, denk eens even een stapje terug. Wat hebben we eerder gedaan? Eerder hebben we hier het vakje voor het logo. We hebben toen de afbeelding van het logo ook in een vakje gezet. En dat deden we met deze. Call SM streepje en dan hoeveel kolommen breed wil je dat dit vakje is. En de afbeelding, die zie je hier, die hebben we met de naam full size. En die vind je dan weer hier in je CSS. 100% breed gemaakt en de hoogte automatisch. En dat betekent dat de hoogte meegaat. Dus je hebt de afbeelding hebben we 100% breed gemaakt van hetgeen waar de afbeelding in staat. En dat is dit vakje. Oftewel, wat we dus met die full size zeggen, is dat ook de afbeelding 3 kolommen breed moet zijn. Ja, misschien dat je denkt, oh, dit vind ik nou erg lastig. Haal full size eens weg. Zet hem eens weer terug. Maak de kolommen eens een keer wat groter. En daarmee ga je misschien begrijpen wat ik hiermee bedoel. Dat is even het principe voor de afbeelding. Dus we moeten eerst zo'n vakje maken. Dat hebben we ook hier gedaan, hè, met de vakjes voor de linkjes. Om aan te geven hoeveel kolommen breed. Hoeveel kolommen breed willen we straks die afbeelding hebben? Nou, 3 kolommen dus. Willen we dus. We hebben 12 kolommen te verdelen. Hè? 12 van die rode balkjes, weet je nog. En ook daarvoor. En ik moet niet te veel uit gaan wijden nu. Even kijken. Als ik het over 12 balkjes heb, ga ik je toch even laten zien snel. Heb ik het over deze 12 balkjes. Hè? Dus zoals je hier dus ook in het voorbeeld ziet, is 1 zo'n afbeelding 4 kolommen. Hè? 12 gedeeld door 3. Dan hebben we 3 vakjes naast elkaar. Is 4. Oké. Nou, dus 1 zo'n vakje is dus 4 kolommen breed. Nou, dat deden we dus met div class. En dus call-sm zoals ik net liet zien. En dus 4 kolommen zoals je weet. Want nogmaals, 12 gedeeld door 3 is 4. Dit is vakje 1. Ik ga er 3 maken. 2. En 3. Oké dan. Nou, daar ga ik afbeeldingen in plaatsen. Want ja, ik kan het je nu laten zien, maar daar valt er niks te zien natuurlijk. Dus ik ga een afbeelding inzetten. En ik gebruik gewoon even de tag die ik eerder heb gemaakt voor mijn logo. Dus de afbeelding, de image tag van mijn logo ga ik gebruiken. Oké. Nou, en hier image, die ga ik even
de source veranderen, de SSC's, de source, de bron, waar staat die afbeelding. En dan heb ik jou, ik heb je in je mapje allemaal afbeeldingen al gegeven. Bij mij staan er nu ietsje meer dan bij jou, dat geeft niet. Het gaat even om illustratie bijvoorbeeld, die had ik toegevoegd. Nou, class full size laten we er staan. Nogmaals, class full size, hè, waar zorgt hij nou voor? Dat de afbeelding dus 4 kolommen breed is, want hij staat in een vakje van 4 kolommen breed. En hij past zich aan, hè, aan het vakje waar hij in staat. Zo. Dus hij is nu 4 kolommen breed, zoals je ziet. Ja, als ik hem iets meer zou doen, zie je, dan wordt hij groter. Zo. Die afbeelding gaan we ook hier plaatsen. En ik heb meer plaatjes voor jou toegevoegd. Afbeeldingen moet ik eigenlijk zeggen. Starbucks. Nou, dit is een logo wat ik dan zogenaamd gemaakt heb. En hier kun je straks natuurlijk je eigen afbeeldingen toevoegen. En ik had nog een website. Nou, ik krijg ook vaak de vraag, ja, wat is nou ook, hè, die alt ook alweer? Die alt is eigenlijk een beschrijving van wat zien we eigenlijk op de afbeelding. Heeft ook weer te maken met Google. Dat Google voor de Google afbeeldingen, dat die weet, oh ja, wat staat er nu eigenlijk op die afbeelding? Het heeft ook nog met heel veel andere dingen te maken. Maar het is in ieder geval de beschrijving van je afbeelding. Nou, hebben we ze. En maak ik hem kleiner maken, dan zie je dat die gewoon werkt. Helemaal tof. Dus we hebben de afbeeldingen nu gemaakt. Maar ja, goed. Dat is nog niet helemaal wat ik hier had bedacht. Hier moet nog wat ruimte. Dus laten we dat eerst eens even doen. Dus er moet wat ruimte onder mijn kopje. Kopje was dit divje. Ja, dit divje had ik de naam kopje gegeven. Dus margin bottom ga ik toevoegen. Ruimte aan de onderkant. En in dit geval doe ik ook 50 pixels. Dus onder het vakje van het kopje. Ik ga je ook even laten zien. Dat is ook wel even leuk om te zien. Als je hem nu een kleurtje geeft. Zo, en dan zie je ook even. Dit is het helemaal, het divje, het vakje, kopje. Zo. Nou. Dan weet je even, hè? Oh ja, het neemt de hele breedte in beslag. Oké. En dan hadden we nog iets. We hebben ook nog deze afbeeldingen. En als ik daarop klik. Dan wil ik graag dat die groter wordt. En als ik pijltje rechts doe of pijltje links. Dan krijg ik de volgende afbeeldingen te zien. Nou, dan moeten we even het een en ander voor gaan doen. En dus ten eerste moeten we zorgen dat als we op de afbeelding klikken. Dat we op de afbeelding kunnen klikken. En dat als we erop klikken. Ja, de afbeelding opent. En daarvoor moet de href moet dan het pad zijn naar de afbeelding. Nou, ik ga even zo'n hyperlink ergens vandaan gevist. Zo. Die had ik nog ergens. Plak. Class link ben ik niet nodig. In dit geval. En ik sluit hem. Hè. Dus ik start hier de href. Hè, de hyperlink. Dan plaats ik de afbeelding in zoals je ziet. En daarna sluit ik de afbeelding. Heel belangrijk dat je hem goed sluit. Want anders kunnen we straks ook op al deze andere dingen gaan klikken. Deze href, dit pad, moet gewoon hetzelfde zijn als wat hier in onze source staat. Want als we op klikken, willen we ja, de afbeelding zien. Dus deze plak ik ook hier zo. Ja, dat is misschien een beetje gek voor je de eerste keer dat je denkt, oké. Maar dat is wel exact wat we gaan doen. Zo. Want we willen gewoon de afbeelding zien en meer ook niet. Zo, gaat niet naar een andere pagina toe of zo. Dus plak ik ook hier de afbeelding. Doe ik ook hier zo. Zo. Tap. Oké. Okay. En Ctrl-V weer. Oké, dat was stap 1. Dus we kunnen nu op de afbeeldingen klikken. Dat was mijn voorbeeld. Zie, er komt dus een handje bij. En nu, zie je, ga ik naar de afbeeldingen toe. Nou, niet
Wat ik wil graag als ik hier klik, dat ik zo'n cool effectje krijg. Nou, dat doe je met Lightbox. Lightbox is een beetje een begrip geworden voor zo'n effectje. Er zijn er heel veel. Ik laat je er gewoon één zien. Ja, je moet ook even goed kijken, straks werkt het mooi op het mobiel bijvoorbeeld. Ik kan hier echt wel 20 laten zien. Maar daar hebben we niet de tijd voor. Dus ik ga gewoon deze laten zien. Lightbox 2. Ja, dit is de Lightbox, zeg maar, die dit hele effectje heeft bedacht. Ja, dus alle andere boxjes hebben deze nageaapt. En dat zegt helemaal niet dat dit dan ook de mooiste is, natuurlijk. Nogmaals. Maar deze is wel gewoon even simpel, makkelijk toe te passen. Nou, je googelt dus even op Lightbox 2. En ik klik, google de Lightbox en je klikt even op deze dus. Van Lokesh Damar. Dakar. Oké. Nou, dan ga je even naar dat... even naartoe. Even kijken. Dus je opent even de inhoud van het mapje. En dus download het mapje. Open de inhoud van het mapje. En dan zijn er even een aantal dingen die we moeten gaan kopiëren en plakken. Ik ga even weer naar Xcode. En dan open ik even deze map. Even kijken hoe doe ik dat het makkelijkste. Rechter muisknop op index. En dan show in finder. Nou, zo. Oké. Nou, nu open ik even in Lightbox het mapje CSS. Deze bestanden doe je even selecteren. Command C. Ga naar het mapje, jouw eigen mapje, naar CSS mapje. Daar plak je de bestanden bij in. Hetzelfde doe je ook bij IMG. En je ziet al, ik had ze al geplakt. Dit zijn de afbeeldingen. Die horen ook bij de Lightbox. Die moet je ook even plakken. En het mapje JS. Mag je even deze en deze hier naartoe kopiëren. Deze had ik hier al staan. Dus deze twee moeten in jouw JS mapje. En ik had de jQuery al staan, dus ik doe nog die. Allebei dus. Nou, dan heb je dat al gedaan. Dat was stap 1, dus de bestanden kopiëren plakken. Dan ga ik even naar de website weer toe. Nu moet ik een aantal regeltjes kopiëren plakken, zodat de bestanden ook gekoppeld worden aan onze website. Ten eerste deze regels, command C. Je gaat naar je index toe en in de head en dan boven de title plak ik deze. Zo, dat zijn twee JavaScript bestanden. Deze ga je ook even kopiëren. Deze zet ik even bij mijn CSS neer. Dit zijn dan mijn CSS bestanden. En dit is een CSS bestand voor Lightbox, zodat die goed werkt. Nou, dan hebben we eigenlijk Lightbox al toegevoegd. En nu kunnen we hun structuur gebruiken. We moeten even een aantal dingen aan onze hyperlink toevoegen. Om hem te laten werken. En als eerste moeten we toevoegen. Even kijken. Deze. Ik ga ze even stukje voor stukje uitleggen. Dus ik even hier naartoe. Bij step 2. Mag je deze even kopiëren. Die plak je hier bij de AH met een href daarachter zo. Dus voorpijltje naar rechts. Nou, dan zie je iets nieuws. Ik ga je even uitleggen wat het is. Data Lightbox. Ja, dat is een optie die ze zelf bedacht hebben. En het betekent de naam van... de naam van de slide, zeg maar. Dus deze slides horen allemaal bij elkaar en die ga ik dan allemaal dezelfde naam geven. Zodat ik dadelijk, als ik ergens op klik, het pijltje naar rechts en links, naar de volgende kan. Dus ik noem ze bijvoorbeeld werk of zo. De naam maakt dus helemaal niets uit eigenlijk. Dat is even belangrijk om te weten. Ik zal geen spaties gebruiken, ik weet niet of dat werkt. Dus dat doe ik niet. Oké, nou. En dan kun je hem gaan testen. Command R. Klik en dan zie je de afbeelding. Nou, wat je dan nog kunt doen, je pijltje rechts en links, hè, dat werkt nu ook allemaal.
Hier hebben we nu een kruisje als het goed is. Zie je geen kruisje, check dan even. Hey, heb je dan wel hier de afbeeldingen goed in je IMG-map toegevoegd? En deze map, want hier moet het kruisje staan. En dan niet bijvoorbeeld in dit mapje. Ja? Werkt het helemaal niet, zie je helemaal geen effect? Ja, heb je dan wel deze bestanden toegevoegd uit het JS-mapje? Ja, dus was deze en... Ja, al kopieer je ze allemaal trouwens. En die andere heb ik al weggehaald. Ja, dus de JS-bestanden, heb je die al in het JS-mapje toegevoegd? En werkt het dan nog niet, heb je dan de CSS-bestanden toegevoegd? Dat waren deze en deze. Ja, dus als het niet werkt, check dat even. Werkt het wel, helemaal top. Gaan we naar de volgende stap. Ik wil graag, als ik erop klik, dat ik een beschrijving erbij zie. Want, ja, waarom dan? Nou, stel zo'n stagebedrijf gaat jouw website zoeken, of een klant of zo. En die klikt dan, je ziet hier een tekening, en je denkt, ja, leuk, wat is het dan? Waarmee is het dan gemaakt? Wat moet ik ermee? Of een website, ja, heeft die persoon die alleen ontworpen of ook gebouwd? Nou, dat soort dingen moet je even over nadenken. Ja, wat is nou belangrijk dat die lezer of die kijker weet over dit stukje? Wat ik laat zien. Nou, dat doen we met dit stukje tekst. En die zie ik. Dus ik ben weer terug naar de Lightbox website. Ik hoop niet dat je hem inmiddels weg hebt geklikt. Step 2 weer. En dan in deze ARF. Deze hadden we net gekopieerd. Nu gaan we deze doen. En die plak ik hier weer bij het pijltje achter. Data title. Nou, dit is dan een illustratie gemaakt in Illustrator of zo. Ja, snap je? Hier mag je wel een hele zin neerzetten. Dat is niet zo, zo'n probleem. Logo gemaakt in of ontworpen in Illustrator. Dit is een website. Ja, ontworpen. Ja, website alleen ontwerp bijvoorbeeld. Ja, ik noem maar wat. Nou, beschrijvingen. Zo. En dan als ik nu, heb ik weer gerefreshed mijn website met command R. Klik ik erop. En dan zie je de beschrijvingen erbij staan. Ja, hoe tof is dat? Dat was video 2. Ga ik nog kort een aantal tips geven. Ik ga even naar mijn website toe. Zeg nu zelf, je wilt misschien nog een andere lettertype. Misschien wil je nog andere dingen veranderen. Dan ga je even naar mijn website toe. Hier staat een kopje YouTube filmpjes. Je eigen lettertype kun je toevoegen. Daarvoor moet je even dit filmpje volgen. Het duurt 10 minuten. En dan volg me helemaal. Ik gebruik in het filmpje Dreamweaver. Ja, dat kan soms uit. Het is een filmpje van vorig jaar. Toen gebruikten we nog geen Edgecode. Dus. Maar verder is het gewoon exact hetzelfde wat ik aan het doen ben eigenlijk. Dus je kunt het gewoon helemaal volgen, die stappen. Tekststijlen. Wil je bijvoorbeeld meer dingen veranderen aan je tekst? Nou, kijk eens hierna. Wil je bijvoorbeeld een YouTube-filmpje toevoegen? Nou, dat zijn allemaal video's. Je vindt er ook meer op mijn YouTube-kanaal. Kijk er eens naar. Wil je meer met HTML of CSS? Hier vind je de reader en het speakbriefje. Goed. En dan zeg ik tot de volgende video.